Beste soldaten, vandaag krijgen jullie een nieuwe sheriff. Ik hoop dat jullie een rappe vriend mee zullen worden. Hoogachtend, sheriff Zack de Eerste. Leuk verhaal! Dat is geen verhaal, dat is gewoon een mededelingbrief. Sst, er staat nog meer. PS, vandaag nog krijgen jullie deze nieuwe sheriff. Vandaag nog? Dan moet hij wel snel zijn. Hallo kidoki soldaten. Jij moet vast en zeker Tommy zijn. Sheriff, Zack heeft mij al veel verteld over jou. En u moet de uitbater zijn van deze saloon? Ja, sheriff. Welkom in café Soldaat 24. Ik ben goed ontvangen hier, moet ik zo zeggen. Zo zeg ik. Wat ruikt er hier zo? Ja, dat is waarschijnlijk het zout en het kloor van het zwembad. Oh, la 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 la. Dan hebt u een probleem, mevrouw Mok. Hoe kent u mijn naam? Van sheriff Zack. Mevrouw Mok, u hebt het probleem dat u doet aan luchtvervuiling. Luchtvervuiling? Ah ja, natuurlijk, omdat dat kloor en dat zout zo stinkt. Ja. En wat kan ik daaraan doen? U kan daar. Maar goed, u doet dus aan luchtvervuiling. Dat is ten strengste verboden. U doet aan reukoverlast. Luchtvervuiling, reukoverlast. Maar goed, ik kan wel iets met u doen. Als u doet aan reukoverlast. Maar dat zout en dat kloor, dat stinkt. En dat is reukoverlast. En de straf of de boete tegen reukoverlast is een boete van 100 euro direct te betalen. 100 euro? Zeg, wie bent u eigenlijk? Ik ben Sheriff Mac, de broer van Sheriff Zack. Broer? Ja, direct te betalen, als ik dat nu direct mag ontvangen. Dok! Ja, wat is er, Mok? Je moet iets doen tegen de nieuwe sheriff. Die is nog erger dan de oude. Logisch, het zijn broers. Ja, maar, dat heeft nu van geen belang, maar je moet iets doen tegen de nieuwe sheriff, hè? Ik heb al een boete moeten betalen. Wetboek is wetboek, hè? En de sheriff, die vat dat heel strikt op. Ja, allemaal dezelfde. Hallo!
ben ik weer. Tommy, je maakt mij wel nat, hè? Sorry, sheriff. Dat wordt 5 euro betalen. Momentje, je zit in mijn andere broek. Zie je wel, Doc, je moet echt iets doen tegen die nieuwe sheriff, hè? Straks moet ja, oké. Doc, wat heb jij mij te vertellen? Wel, verraad zich. Je bent nog erger dan de oude sheriff. Wat blief. Zo kan het niet langer, hè. Onze oude sheriff, dat was een valsspeler. Dat was een leugenaar. En dat was een bedrieger, maar is nooit in de gevangenis terechtgekomen. En ten tweede, onze oude sheriff, die vatte het wetboek niet zo strikt op. Artikel 93 van het wetboek van soldaat 24, protesteren tegen de sheriff op de stoel. Dat zal je leren. Maar toch, wat heb je nu toch gedaan? Ik moest dat van u. Ja, maar ik had ook niet verwacht dat jij op de stoel ging zitten, hè? Sorry, zeg. Mannekes, men ziet dat toch aan, zeg. We zijn er al twee die op de stoel zitten. De een omdat hij protesteerde tegen de sheriff en de tweede omdat hij zijn bananenschil op de grond had laten liggen. Die schil kon ik niet opeten. Loki doki, soldaten. Dag streng maar, rechtvaardige sheriff. Ah ja, je praatjes maar voor jezelf, Mok. Want je hebt de vuilnisbak 1 dag te vroeg buiten gezet. En dat is tegen de wet. En daarom mag jij op de stoel. Dat zal niet gaan, want er zijn geen stoelen meer. Ik denk aan alles. Oh, zo. Maar afaan, zeg. Dat is toch echt ongelooflijk, hè? Wetboek is wetboek. Waarom lachen wij eigenlijk? Hallokie dokie, gevangene. Dit is tegen alle soldatenrechten. Zeg, wat ik me afvraag. Is Cowgirl Karen niet hier? Nee, waarom? Ah, ik heb afgesproken om naar het sheriffbal te gaan. Nee, die is niet hier. Oh, dat is spijtig. Ah, dan wacht ik wel tot dat ze komt. De sleutel. Wacht. Hoe kom je? Ik ga je toch opgeschroefd. Hoe kan je nu losgekomen zijn? Ik had je toch op die stoel gestoken met een sleutel? Wacht eens even. Zoek je dit? Dat is die stoelsleutel. Geef hem me. Pak hem dan als je kan. Sleutel in het water gevallen. En... ja, spijtig, hè. Gelukkig sluiten we op, visie.
wapentje toch voor 5 minuten. Ik ga dat nooit meer geraken, hè. Je gaat hem nooit meer geraken met Karen. Maar Mok is nog vrij. Sheriff! Sheriff!